Voordat we de stemmen bekendmaken. Niels, jij hebt bij de openingsproef de gouden munt te pakken gekregen. Als je de gouden munt inzet, komen alle stemmen op jouw naam te vervallen. Mijn vraag aan jou nu. Wil je je gouden munt inzetten? Ik denk dat iemand anders hem beter kan gebruiken. En wie wil jij beschermen? De enige die geen extra stem heeft. Roland, als er eventueel stemmen op jou zijn ingezet, komen die bij deze te vervallen. Dank u. De eerste stem. Roland. Komt te vervallen. De tweede stem. Richard. De derde stem. Roland. Komt ook te vervallen. De vierde stem. Komt ook te vervallen. En de vijfde. En laatste stem. Goed gespeeld, hè? Ja, knap gespeeld. Goed. De gouden munt kwam op het goede moment voor jou, Roland. To put it mildly, ja. Richard, ik ga naar huis. Ja, c'est la vie. Ze hebben het goed gespeeld en ik kan niks anders zeggen. Met ballen. Roland, hoe voelt dit? Gek. Heerlijk. Gek. Nou, heerlijk toch? Ja. Dat is je droom, toch? Ja. Nou, had ik hier wel op gehoopt. Maar ik moet wel een bocht maken, ook in mijn hoofd, om de schouders eronder te zetten dat het doorgaat. Want het gaat door. Sorry, man. Mooi, toch? Jij weet het wel spannend te maken, hè, Gompert? Godverdikkie nou. Roland en Niels, dit was eigenlijk ook het perfecte moment. Het laatste moment dat hij kon worden ingezet. De gouden munt. Echt? Kijk, het laatste dus. Ja. Dit is de laatste eilandraad voor de samensmelting. Jullie mogen afscheid nemen van Richard. En dan mogen jullie terug naar jullie eiland. Dames. Succes, hè. Richard, net voor de samensmelting eruit. Ja, jammer. Ja? Ja, het spel is fantastisch om te spelen. Alles gaat door je hoofd. Alle berekeningen maak je en doen, maar ja, je ziet dat alles kan gebeuren. En als je echt voor 7 had gegaan, dan had ik de volgende ronde gehad. Dan hadden we 3-2 moeten doen. Ja, dat hebben we niet gedaan. We waren te gierig voor onze stemmen. En ja, dan kun je met je neus op de feiten gedrukt worden. Ja. Je neemt het sportief op? Ja, dat moet je anders. Je gaat naar huis. Ik heb een fantastische ervaring meegemaakt. Zwaar ook. Niet zo zwaar als alle andere kampleden, denk ik, maar het was een fantastische ervaring. Samen met mijn dochter nog een week mogen meemaken. Dus al met al, ik ben blij. Als ik voor me mocht tekenen dat ik 2 weken zou blijven, dan was ik blij geweest.